de camping. Maar goed, jongens. Goed, en dan? Ja. Ik ben lang niet zo'n knijp, hè? De liefjes die zitten hier. Dichtzak, hè? Een hele goede morgen, jongens. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en wij zijn weer thuis. Jullie hebben afgelopen vlogs kunnen zien dat wij bezig zijn geweest met de eerste draaidagen van onze Bellinga bioscoopfilm. Die in de zomer te gaan zien is in alle bioscopen. Gisteren en eergisteren hadden de kinderen ook scènes. Vandaag gaan ze gewoon weer lekker naar school toe. Maar Daniel heeft nog wel scènes op de set. Dus daar zullen jullie ook vast nog wel wat beeldjes van voorbij zien komen vandaag. Nu zitten we eerst lekker aan het ontbijt. We zijn gisteren thuis gekomen. En ze hebben vandaag koningsspelen. Zonder papa. Zonder papa. Ja, mijn papa zit nog op de camping bij de set. Die heeft vandaag nog draaidagen. Oh, in ieder geval de draaidagen. Nee, papa gaat vandaag naar de golfbaan. Oh. Hij gaat een potje golven. Ja, maar ik weet niet of dat zo slim is. Dan gaat hij zijn geld verliezen. Ja, gaat hij iets verliezen, hè? Ja, maar dat ga je zien in de geel natuurlijk. Ja. Hebben jullie weer een beetje zin in school? Zeker. Ja, het was natuurlijk een hele leuke dag. Ja, zo even een beetje goed. Een chocopastamond. Ja, een chocopastamond. Nou, Lucilla en Luan die hebben vandaag school, maar ze hebben koningsspelen. Dus vandaar dat ze in oranje outfits zijn. Maar Luxie en Lucius vinden oranje outfits natuurlijk ook leuk. Luxie is altijd vrij op de vrijdag. Dus ze zijn ook gewoon lekker in het oranje vandaag. Dus ik breng zo meteen lekker Luxie en... Nee, niet Luxie, Lucilla en Luan naar school. Neem Luxie, Lucius natuurlijk even mee. Dus jongens, kijk vandaag weer gezellig. Met ons mee. Een hele goede morgen. Ja, je ziet het goed. Waar ben ik nu? In mijn badkamer. Dit is niet onze badkamer, je ziet het goed. Dit is de camper. Camping. Badkamer met toilet. Wastafel en douche. En ik heb heerlijk geslapen. Als een roosje, kan ik wel zeggen. In onze camper. Hier op de camping. In de Vianen. Vara is gisteren met de kids weer teruggereden naar huis. Kinderen gaan vandaag weer heerlijk in school koningsspelen vieren. En ik ga met jullie naar de filmset. Wat ik ga doen, dat zie je zo. Zo, nou. Het is weer regenachtig weer, jongens. Kinderen en de bus. Ik had hem hier nog laten staan van gisteravond. Kunnen we zo instappen. Oh, Lusjes. Oh, die wilt sturen. Nou, kinderen, heel veel plezier op school met jullie koningsspelen. Zet hem op, dat je leuke spelletjes mag gaan doen. Want volgens mij gaan jullie met springkussen en spelletjes spelen. Ja, hè? Ja, klopt. Nee, maar volgens mij is het in de gymzaal. Ja, gymzaal, maar ook buiten. Ook buiten, oh. Nou, ik hoop dat het mooi weer wordt. Ja, laten we het hopen. Hè? Net als gisteren. Toch? Snel de auto in. Ja, let's go. Kom, Lucius, ga je mee? Ja. Lucius, waar ga je heen? Ja, tuurlijk. Lucius gaat rijden. Ik ben weer thuis van Luan en Lucilla wegbrengen. Luxie en Lucius die zijn lekker aan het spelen op de speelkamer. Luxie had de Barbie heel erg gemist en ze had ook een Barbie gekregen van de kinderbegeleidster. En dat was er zo blij mee dat ze heel graag met de Barbies weer wilde spelen. Luxie die is dus eigenlijk op vrijdag vrij. Volgens mij had ze dus gisteren de koning spelen. Ze vond het een beetje sneu voor haar dat... Ja, ik heb wel haar koningskleren aangedaan natuurlijk. Maar dat ze dat dus heeft gemist omdat we gisteren op de set waren. Dus ik dacht, weet je wat, het is nu toch... ik heb nu Luxie en Lucius, de twee jongsten, nu even alleen thuis. Misschien is het leuk als ik dan met hun twee gaan spelen in de speeltuin hier bij ons in het dorp. En dat park is nu nog niet open. Kan ik nog even wat editen? Ik heb zelf gisteren niet hoeven te spelen. Dus dan kan ik hier en daar een gaatje vinden om te editen. Omdat ik daar s'avonds gewoon... Ja, gisteren... Oh, ga ik je zo vertellen. Ik was gisteren nog bezig geweest. Maar goed, in de tijd dat Lucius dan zijn slaapje doet in de kinderwagen. Luxie was lekker aan het spelen in de speeltuin. Luan, Lucilla en Daniel waren op de set. Heb ik alvast wat beelden van die vlog van gisteren, wat jullie gisteren hebben gezien, kunnen editen in dat restaurant daar. Alleen niet alles kreeg ik af, want echt jongens, het editen van zo'n film, ook weer achter backstage beelden, dat vergt ook weer enigszins concentratie. Dus ben ik zeker wel zo'n 2,5, 3, soms wel 3,5 uur mee bezig, inclusief thumbnail.
Ik maak ook altijd nog 2 shorts trouwens van vlogs. 1 short voor ons aparte shortkanaal. En 1 short voor de verticale shorts op ons hoofdkanaal. Dus dat is een hele pil. En dan was ik gisteren dus niet, was niet helemaal klaar toen we gingen. Maar genoeg weer even geüpdate in deze vlog. Ik zie ook echt dat mijn haar ontzettend geel is geworden. Ik heb het gezien. Ik heb het alleen niet meer gezegd in de vlog volgens mij. Maar ik heb hem iets te lang laten zitten denk ik. En ik heb geen zilver shampoo. Dus ik moet eigenlijk even een beetje zilver shampoo halen. Waardoor die gele gloed een beetje meer weggaat. Maar goed jongens, het is wat het is. Ik ga even snel deze vlog afediten. Ondertussen is het vlog van gisteren helemaal klaar. En ga ik met de jongste 2 lekker spelen in de speeltuin. Er is ook een binnenspeeltuin. Het is ook een hele grote buitenspeeltuin. Met een hele grote kinderboerderij en zo. Maar ja, het regent een beetje zoals jullie zien. Gelukkig is er ook binnen veel te beleven. Met een ballenbak en nou, allemaal speeltoestellen en zo. Dus kunnen ze daar ook lekker spelen. Kom maar jongens, gaan we hierin. Lusjes wil achter het stuur natuurlijk. Lusjes, ga maar lekker zitten. Kom. Mama gaat vandaag rijden, goed? Staat hij weer daar. Nou, op naar de speeltuin. Ondertussen zijn wij aangekomen. Alleen, Lusjes is in slaap gevallen. Kijk. Daar. Dus ik ga hem even in de kinderwagen leggen. Zodat hij in ieder geval even lekker door kan tukken. Ja, maar ik heb wel een zoolijstje naar buiten gespeeld. Ja. En dan, als het etentijd was, was er heel lekker dingetjes allemaal. Soepjes op de tafel, fijn. Dan was ik bij de zoolijstje. En dan, had ik buiten gespeeld, hier buiten een speeltuin, maar dan ook binnen. Maar dan hadden we ook binnen gegeten. En er was soepjes, fruit, boot, allemaal lekker dingetjes. En was ook een binnenspeeltuin. Dat was allemaal. Lusjes lekker in de kinderwagen. Ligt daar lekker warm te slapen. En als hij dan zo meteen wakker wordt, kan hij hem nog even lekker spelen. We kunnen er alleen maar een ochtendje blijven, want ik moet ook zo Lucilla weer ophalen. Maar dat maakt niet uit, we hebben nog tijd zat. Ja? Dan volg ik jou. We hebben een plekje gevonden hier. Kan Lucius even onder de koe? Kan die slapen? En ga ik pas even met Lucie lekker spelen. Kom hier met die jas, moet je uittrekken. 1, 2. Moet je oranje outfit. Nou, mama, op de schoenen uit. Nou, ik wil hier ook eens kijken. Ik heb een carnaval. En maar dit is vandaag carnaval. Het is koningspelen. Oh. Koningspelen, lijkt het. Maar je mag het ook spelen, hè? Gaan we naar boven toe. Wauw. Zie je dat? Dat is leuk. Ja, ik kom eraan. Stijle glijbaan. Nee, dat hoeft ook niet. Dat is meer van Luan en Lucilla, hè? Dat is de vrije val, is dat. Och, kijk dan. Mooi, Luxie. Ik ben hier nog nooit geweest. Thank you.
Zijn we verdwaald? We hebben hier een soort stormbaan gevonden. Bovenop. Hoe gaan we dit doen? Ik heb de Barbie van Luxie mee. We gaan eroverheen. Wow. Ik kan niet Nou gaan we hier naar boven klimmen. Kijken waar we hier uitkomen. Ja, naar de blokken. Naar de blokken. Wow. Ja. Hier ben ik. Ja, dat zie je. Maar naar de blokken. Naar de blokken. Wow, dit zijn veel blokken. Mama, kijk eens. Oh, kijk dan. Hier kun je helemaal naar buiten kijken. Kinderen die spelen hier regelmatig met kinderfeestjes of met vriendjes, vriendinnetjes, dat ze meegaan. Of met schoolreisje, maar ik zelf ben hier nog nooit helemaal boven geweest. Dus dit, voor mij is dit allemaal nieuw. Met een schoolreisje. Ja. En met schoolreisje is het naar beneden, ja. Want dit is voor de wat grotere kinderen, denk ik. Kijk, hier komen we weer uit. Zijn we weer. Trampoline. Billen, knieën, staan. Wauw. Oeh, dat is lekker. Had je dorst van gekregen? Hm? Aangekomen bij de tafel. Mama, lekker een kopje koffie. Wie wordt daar wakker? Lekker geslapen. Laten we hem zo meteen ook zien wat voor leuke dingen we allemaal hebben gedaan hier. Hè? Het was echt heel gezellig. Mama. Ja, mama, kopje koffie. Die heeft een lekkere brownie. Maak je goed? Zo lekker. Ja? Moet je ook een brownie. Ik moet ook even hapje. Moet ik even ook proeven? Moet ik die ook proeven? Ja. Hapje. Lekker jongens. Dat is wel even gezellig zo, hè? Even lekker met z'n tweeën spelen. Nou, Lucy is erbij. Ja, deze moet ik ook echt proeven. Die ga ik ook proeven. Gaan we drinken. Ja. Nou, we even kijken of deze lekker is. Hier is het lekker. Ja. Even lopen? Wil je jouw schoen ook aandoen, jongen? Ja. Hoppatee. Lekker, mama. Oh, is heel lekker. Deze is ook heel lekker. Lekker chocolade. Schattig, Lucius die werd wakker en die wilde ook graag spelen. Dus die kwam echt het handje van Luxie pakken van kom je met me mee? Ze zijn nu met z'n tweeën spelen in dat kindergedeelte, zeg maar. En het is super rustig, jongens. Er is bijna niemand, omdat het natuurlijk vrijdagochtend is. Even lekker mijn koffie opdrinken. Geen koude koffie, het is nog warme koffie. En dan ga ik ze ook even met Lucius en Luxie lekker spelen. Zien jullie hier samen in de ballenbak? Ja. Dat is een grote ballenbak. Jij had geholpen, hè? Heel goed, je hebt echt een grote zus, hè? Eén. Oei! Wat zie ik?
dan 1, 2. Woehoe! En nou, Luxie nog. Ja. Nou, hier overheen. Ja, klimmen. Klimmen. Woehoe! Ja. Zo, hier overheen. Zo, ja. Moet je er nou door? Hoe moet je er nou door? Ja! Moeten we weer door de tunnel? Nee, ik wil hier naar beneden. Ja. Ja, goed zo. Ja, omdraaien. Goed zo. Ja, selfie. Ben jij nou een koe aan het melken? Ja. Ga je een beetje leren hoe dat gaat? Zo deden ze dat vroeger. Ja. Zo knijpen, hè? Zo. Zo, kijk, hard knijpen, zie je dat? Komt er een hele straal uit. Hallo? Oh. Zit er lekker warm onder de lamp. Zie je dat, jongen? Ja, dat zijn kleine kuikentjes. Nou, Luxie is nog even daar bij de koeien aan het spelen. Maar Luusjes, jongens, wil brood. Die ziet een tractor. Luusjes die zit hier op de tractor. Luxie die springt daar op het springkussen. Maar dit vindt hij natuurlijk prachtig, hè, jongens. Ja, jongen, dat is wel een hele grote rode tractor. We hebben hier nog even een mooie skelter gevonden. En dat vindt hij natuurlijk alleen maar prachtig met dat stuurtje. We gaan even een parcoursje met de skelter gaan. Mag jij sturen? Hult op. Ja. Ga hier naar beneden. Kijk. Ben je twee? Dit is leuk. Ja. Joehoe. Hij glijdt niet hard. Woehoe. Ja. Wij zitten ondertussen weer in de auto. Het is namelijk tijd om Lucilla op te halen van school. Maar het was zo leuk daar. En Luxie en Lucie waren eigenlijk nog niet echt uitgespeeld. Dus ik dacht, als ik nou gewoon Lucilla even ophaal, dan ga ik zo meteen weer terug. Dan ga ik heel even langs huis. Want Luxie die had een natte broek gekregen van die skelter. Dus die is een beetje nat. Even een schone broek aan. En dan neem ik even de laptop mee. Kan ik daar gewoon even lekker de vlog editen. En wat werkdingetjes doen. Terwijl Lucilla ook even lekker kan spelen. Dan kan ik daarna weer meteen door Luan ophalen van school. Want die is natuurlijk die vandaag een lange dag. En dan kunnen hun ook nog even lekker gaan fotten daar. We zijn thuis weer aangekomen. We hebben Lucilla opgehaald. Hallo Lucilla. Die had een hele leuke dans van Kinderen voor Kinderen. Hoe heet die? Zigzag, hè? Ja. Is de dans van Koning Spelen. Daar hebben we nog even naar gekeken op het schoolplein. Ik ga heel even de laptop pakken. En Luxie gaat even haar omkleden. Want ze heeft een hele natte broek. Want die skelter lag een hele dikke plas water op. Dus kom maar. Ga je even de kleren omwisselen? Hoe zo Pep even lekker naar buiten? En even plassen. Ja. Hoe zo Pippie? Hey. Hoe zo Pip? Hallo. Hallo. Nou, ik ga even snel de laptop pakken. Luxie doet even de schone broek aan. Want dan kan ik namelijk wat editen daar. Ik was, zag ik niet de enige moeder die daar even met de laptop zat. Er zaten meer moeders lekker even wat voor zichzelf te doen terwijl hun kinderen lekker aan het spelen waren. Dat bracht mij op een idee. Dus ik neem de laptop mee en dan gaan we weer even terug naar de speeltuin. Het is echt zo dichtbij. Ik kan zo doorrijden naar school als ik zo Luan weer moet ophalen. Dus kunnen de meiden ook nog even lekker in de speeltuin spelen. Met Luusjes. Nee, zigzag. Iedereen wil mij. Met een zigzag heb je daar. Nou, ik vond dat je het heel goed deed, hoor. Ja. Heel goed. Nou, gaan we nu lekker spelen. Eerst even het eten. Ja, ik denk dat je wel trek hebt. Ja, maar je hebt lekker binnen spul gebeuren. Ja. Nou jongens, eerst even tijd voor lekker een tosti. Eet smakelijk, ja, hè? Smakelijk. Luxie, die zit in, Luxie zit in een klasgenootje. Ga maar spelen hoor, liefie. Je weet waar ik zit, hè, Luxie? Ja. Nou, gaan we hier naar boven toe. Mama, ik durf van die. Nee, echt? Ja. Oh, dan ga ik kijken. Ja? Ik ga even kijken. Woehoe! Oh, die zag wel lekker uit. Luxie zit er ook.
Ja, dit vindt Lucie ook leuk, hè, jongen. En nou is Lucilla erbij om jou te helpen. Ja. Oh, wilt hij van die glas? Ik weet niet of dat handig is, jongen. Het gaat wel heel stijl. Dit is de vrije valglijbaan. Moet je maar even wachten als je iets groter bent. Oh, jullie gaan veel harder. Hey, die was mooi. Nou jongens, het is weer tijd om Luan op te halen. Dus we gaan weer. We gaan ze allemaal apart in die draaideur. Ja, dus ze zijn helemaal bezweet van het vele spelen. Daar komt Lucie, waar ook allemaal kindjes van school waren hier. Kijk, kom maar. Nou, dat was leuk, hè? Hey? Ja. Dat was wel even leuk. Mama, ik heb even kunnen werken nog. Jij moet ik en we gaan nu Luan ophalen, jongens. En Luan is weer thuis. Ja. Was het leuk? Zeker. Met je oranje outfit. Ja. Flink gespeeld, hè? Mm-hmm. Denk ik. He? Ja. En Luan en Lucilla. Lucie en Lucie slapen. Ja, ik wou zeggen, die zijn ook helemaal moe van het spelen. Jij ook, volgens mij. Dus die zijn allemaal even pampus. Dus ik ga ze even lekker naar binnen leggen op de bank. En dan gaan we zo lekker beginnen met eten koken, jongens. Dan zit de dag er alweer bijna op. Ja. Jas benen naar binnen. Dus jullie hadden het zo warm. Dat ze de jas uit had gedaan. Ja, ik heb ook mijn flesjes zo uitgedaan. Kom naar binnen. Piep. Kijk, jullie naar binnen tillen. Ah, kijk zo. Het hoofdje altijd, hè. Nog helemaal ik heb ze hier lekker op de bank gelegd. Kunnen ze daar nog even lekker uitslapen. Ik heb trouwens de hele tijd dat ik met de kinderen aan het spelen was daar... met de iPhone videobeeldjes gemaakt. Dat ik niet in de gaten had dat ik zo lang zou weg zou zijn. Al maak ik een paar kleine leuke beeldjes. Maar het is volgens mij allemaal gefilmd met de iPhone. Sorry daarvoor jongens, maar volgens mij zat de beeldkwaliteit ook wel mooi. Nu weer de gewone camera. Zo. Luan ligt ook helemaal op pampus. Ik ben helemaal moe van geworden. Wat heb je allemaal gedaan, jongen? Eerst waren we buiten op het grote voetbalveld. Ja. Zoals wat we met gym hebben. Maar dan gaat die wand zo omhoog. Ja. En heel veel nog gedanst? Ja. Op zigzag? Ja, zigzag. Zigzag voor kinderen? Nee, het is zigzag. Zigzag? Nee, het is zigzag. Nee. Het is zigzag. Ik ga zo deze video verder editen. Ik had al een klein stukje geëdit in de speeltuin, wat jullie net zagen. Dat heb je trouwens niet gezien, maar daar heb ik wat beeldjes al weg kunnen editen. Ze hebben zo leuk gespeeld. Ik was ook nog met Lucilla daar naar de speeltuin geweest. Oh ja. Omdat ze een kort dagje had. En er waren ook kindjes van school, die waren daar ook. Dus hebben met al die kinderen hebben ze helemaal bezweten kopjes. Terug. Dus vandaar dat Lucius en Luxie helemaal afgepijpt zijn. Die hebben vanochtend dat ik dus met jullie ging wegbrengen. Ja. Hebben ze daar gespeeld. Zo één. Dus die zijn helemaal af nu. Ja, Daniel, weten we nog niet precies hoe het allemaal is gegaan? Daar gaan we zo meteen eens even mee bellen. Want die zat nog in de draaidagen. Dus dan heeft hij nog niet zijn telefoon bij. Jullie hebben het als goed is wel een paar beelden gezien. Van op de set. Het is volgens mij wel weer de hilarische scène dat hij op de golfbaan staat. Als een beetje de kakker gaat hij de kak. Met zijn kakvrienden gaat hij, niet zijn kakvrienden, maar zijn bekakte vrienden gaat hij golven. Eigenlijk niet zo goede vrienden. Nee. Niet zo goede vrienden. Nee, maar dat weten hun nog volgens mij nog niet. Is iets gebeurd door die vrienden, waardoor wij nu niet meer... Ja, en dat is iets heel ergs. Ja, meer zeg het niet. Meer moet je kijken in de bioscoop. Ja. Ja, het is wel een hele erg situatie. Ja, het is ook zo'n leuke film, jongens. Deze overtreft volgens mij die van vorig jaar ook weer. En wat ook leuk is bij deze film, is dat het niet allemaal afspeelt op één locatie. De vorige film was natuurlijk vrij veel in dit huis. Nu zijn er ook scènes bij ons in dit huis. Dat gaan we volgende week opnemen. Maar er zijn ook heel veel scènes onderweg, omdat we natuurlijk op vakantie zijn. En dat is het zo leuk. En met best wel wat mensen. Ja. Iedere keer kom je weer andere mensen tegen op een andere locatie. Ondertussen, jongens, zijn wij een hele tijd verder. Hebben we het avondeten al op? Hebben we lekker gedoucht? En zijn wij hier op de werkkamer beland, waar wij vanavond onze filmavond gaan houden? Ja. Wil je erop zitten, jongen? 1, 2. Johnny heeft de lekkere chipjes al ingeschonken, in een pakje gedaan. En Luxie en Lucilla die hebben een film uitgezocht. Welke gaan we kijken? Deze film gaan we kijken. Dankjewel, Luan. En ja, jongens, jullie zien het goed. Daniel die is helaas nog steeds niet thuis. Hopelijk
kunnen we hem zo meteen nog zien. Zijn de kinderen niet in slaap gevallen? Want dat zou echt jammer zijn, want ze hebben hem wel heel erg gemist, hè, jongens? Ja. Hebben papa wel weer gemist. En aangezien we nu ons filmavondje ingaan en ik eigenlijk al de video geëdit van wat jullie net allemaal hebben gezien. Het gaat eigenlijk alleen maar over onze kant van het verhaal, zeg maar niet van Daniel. Omdat ik die beelden nog niet heb, want hij is nog niet thuis. Dus ik beloof jullie dat ik morgen de beelden van Daniel aan jullie ga laten zien. Hij zei, schat, ik kom thuis en het was echt een superleuke dag. Hij was helemaal enthousiast. Hij zei, spectaculaire beelden. Hij is met Bets is hij op de golfbaan geweest. En daar is wat gebeurd, waardoor eigenlijk letterlijk onze vakantie op stel staat. Dus als jullie daar benieuwd naar zijn, dan moet je zeker morgen ook even weer de vlog kijken. Want die beelden ga ik dus morgen met jullie delen. Morgen gaan we ook niet heel veel bijzonders meer doen, jongens. Want we hebben natuurlijk best wel weer een innoverend weekje achter de rug. Dus we hebben een heel rustig weekend waarom we niks echt op de planning hebben. Dus morgen gaan we lekker uitslapen en gewoon lekker relaxen rondom huis. Dus dat is ook een mooie gelegenheid om die beelden dan met jullie te delen. Anders zitten jullie nu naar misschien wel een uur of anderhalf uur te kijken. Nou ja, dat is misschien een beetje overdreven, een uur te kijken. En morgen beleven we bijna niks. Dus dan verspreid ik het een beetje over vandaag en over morgen van wat er vandaag allemaal is gebeurd. Ja. Voor nu, ik denk, zullen we de vlog afsluiten? Ja. Ja, want papa is er nog niet, jongen. Ja, ik dacht, ik wacht even tot papa thuis is. Of zullen we even wachten met papa? Misschien komt hij nog, jongens. Misschien komt papa zo meteen nog thuis. Of Daniel komt zo meteen nog thuis. En dan sluiten we met papa af, goed? Maar als het heel lang duurt, dan sluiten we hem gewoon af. Ja, als het heel lang duurt, dan sluiten we hem alsnog af, jongens. Maar we wachten. Oké, heb nog even geduld, jongens. Misschien dat we Daniel vandaag nog in deze vlog gaan zien. Kijk, alles lekker gepakt. Drinken staat erbij. Ja, start de film maar, jongens. Ploffen we lekker op de bank. Ja, het is een klein bankje. Want dit is natuurlijk de werkkamer. Maar de kinderen vinden het ook heel erg lekker om daar op dat kleed te chillen. Dus dan gaan ze daar lekker liggen voor de tv. Want het is een super zacht kleed. Nou, Lucius heeft daar zijn plekje gevonden. Zit je lekker, jongen? Zit je lekker met je shippy? Welkom in mijn wereld. De enige kans. Ga je mee? Als je het overleeft. Wie is er thuis, jongens? Papa. Wie is er thuis? Papa. Hey. Wie hebben we daar weer? Eindelijk is hij weer thuis. Hey, waar heb je op de golfbaan gestaan? Ik heb de hele dag gegolfd. Wauw, hé. Met mijn zogenaamde golfswing. Ja. Ja, we gaan dit morgen allemaal zien. Ik had het al verteld in de vlog. Dat je laat thuis bent. Dus, Hele leuke making-of beeldjes, maar voor nu is het lekker genieten. Ja. En de home sweet ook. Hoor, ja, jongens, we zijn weer met z'n allen samen. Fopsknuffels. Ja, we zijn weer het clubje compleet. Nou, jongens, kunnen we met z'n allen weer afsluiten. Jongens, vond je dit nou weer een leuke vlog? Doe even de... Dankjewel. Vergeet niet te abonneren, klik op belletje en we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. En dan gaan jullie alle avonturen van Daniel op de golfbaan zien met buurvrouw Bets. Tot morgen.